naam is Tintin Joris. Ik ben 22 jaar en ik ben student. Ik heb op mijn 18e mijn normale rijbewijs al gehaald. En ik reed denk ik al... ik ben nu 22, dus ik reed al 4 jaar. Toen ben ik op deze baan gekomen. Maar daarvoor moest ik dus een taxirijexamen doen. Wat ik van tevoren eigenlijk niet echt wist. Of me daar bewust van was. En dat examenpakket kost bij elkaar 1100 euro of zo. En die examens zitten daar ook in. Maar aangezien ik de eerste keer gezakt ben, de tweede en de derde keer worden niet vergoed. Dus het geld liep steeds meer op. En een deel van het pakket moet ik al zelf betalen. En de eerste keer voor mijn rijexamen van de taxi ben ik dus gezakt. De tweede keer was ik natuurlijk ook nog bezig met studeren. Ik werkte al in de baan, dus ik vond het ook heel vreemd dat ik het niet haalde. Dus ik wist gewoon niet zo goed wat er misging, waar het misging. Maar de druk werd ook steeds hoger door de geldkwestie. Dus Jeannette die heeft mij uitgenodigd. Ze zei, kan je krijgen. Een soort van die zin. Het kan geen kwaad. Ik was daar vrij sceptisch over, want ik dacht, 2 keer gezakt. En dan krijg ik een sessie en dan haal ik het ineens. Goed. Dus wat ik moest verwachten, dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Uiteindelijk kwam ik hier dus, 1 dag voor mijn examen. Want Jeannette zei tegen me, het is het beste voor jou om het heel kort erop te doen. Dan blijft het gewoon het beste hangen en dan zit het heel vers in je mind, als het ware. En ik kwam hier en ze zegt, ga maar lekker zitten. Hoe je comfortabel ligt op de bank, zat ik dan. Zij zat schuin tegenover me. En die sessie was eigenlijk, het was een beetje onwennig in het begin. Dat ik een beetje dacht, met mijn ogen dicht liggen, luisteren. Mm-hmm. Maar ik werd steeds rustiger en ik was eigenlijk, toen ik eruit kwam was ik helemaal zen. En ik had er ook gewoon echt vertrouwen in dat het goed ging komen. En daarbij heeft Jeannette me ook tips gegeven voor als ik het even niet meer wist. Of even dacht, en dat de spanning weer hoog opliep en de stress. En zo ging ik er eigenlijk met veel meer vertrouwen in dan ik denk ik zonder de sessie had gehad. Vooral de rust. Want dat examen, ik zat me helemaal op te vreten daarover. Ik werd eigenlijk gewoon een beetje heel gespannen, heel zenuwachtig. En in die sessie merkte ik van, eigenlijk is het gewoon wel oké. Want ik heb mijn normale rijexamen heb ik ook in 1 keer gehaald. Waarom zou dit niet lukken? Ik kan rijden, ik doe het werk al. Wat is nou eigenlijk het probleem? Ik zit mezelf in de weg. En daar kreeg ik veel meer rust mee eigenlijk. En dat is denk ik het belangrijkste daaruit. Helemaal precies. Ik zou het niet per se na kunnen vertellen eigenlijk. Nee, voor mij niet. Ik vind het eigenlijk belangrijker voor de uitwerking wat die is, dan dat je het kan vertellen aan anderen. Want daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het jou helpt en dat jij weet wat er gebeurt. En soms hoeft dat niet eens. Soms hoef je niet eens te weten wat er gebeurt. Ja. Als het maar goed werkt, toch? Zeker wel. Wat er was gebeurd als ik dit examen niet had gehaald, dan had het me bij elkaar meer dan 2000 euro gekost. En dan had ik geen werk gehad. En nu kost het me 1 sessie en heb ik werk. Dus ik zie alleen maar voordelen eigenlijk. Dat ik elke keer had ik toch wel een handvat om aan te pakken. Als ik weer lag ik in mijn bed en examen, spanning. En ik dacht, wacht even. Ga even terug naar vanmiddag. Hoe lag je daar? Wat gebeurde er? En dat had Jeannette me ook aangeraden om dat te doen. En uitleg gegeven over hoe ik dat het beste kon doen. En dat hielp wel heel erg. Ik ging heel erg terug naar het moment zelf. En heel erg proberen weer in mijn hoofd te halen van wat Jeannette tegen me zei in de sessie. Waar ik allemaal beter aan kan denken dan het falen en het ik ben gezakt. Maar meer het, je hebt dit gehaald en je hebt dat gehaald. En zie je wel. En denk maar aan hoe blij je morgen de examenhal uitloopt. En denk daar maar gewoon aan. Want dat gaat gewoon gebeuren.
Dat is alles wat er gaat gebeuren. Dus ja, dat is denk ik het meest blijven hangen. Dat soort dingen. Ik vind dit soort dingen gewoon altijd wel spannend. Van oké, wat gaat er nu komen? Of wat kom ik tegen bij mezelf? Wat voor vragen gaat ze stellen? Dat vind ik dan gewoon spannend. En dat maakt het leuk. Voor mij dan, in ieder geval. Dus het kan natuurlijk voor iedereen anders zijn. Maar voor mij is het gewoon ook vorm van leuk eigenlijk. En het is verrassend. Ja, het heeft voor mij gewoon heel goed gewerkt. Het heeft voor mij een positieve uitwerking gehad, dus waarom niet? Dat is denk ik echt het meest pure wat ik kan zeggen, waar het aan werkt. Dus ja, ik zou het aanbevelen.